Kampioenschappen in Rotterdam duren nog tot en met zondag. Morgen zijn hier de finales van de vrije oefeningen om de morgen. Goedenacht. Regen in Ahoy in Rotterdam. De Sovjet-turnster Oksana Omeljanschik verdedigt hier haar wereldtitel die zij 2 jaar lang heeft moeten delen met Elena Shushanova. En ze had een achterstand van nu in deze wedstrijd van 14e punt op de als eerste geplaatste turnster uit Roemenië, Aurelia Dobre. Ze begint heel erg slecht. We hebben al 2 fouten van haar kunnen zien, zowel bij de opsprong als bij de acrobatische sprongserie. Maar Jacek is een turster met veel temperament. Kijk, doet ze bijzonder goed. Vrije overslag, precies op dat puntje van de balk. Oh, hier weer uit balans. Het is al haar 3e fout op een rij. Verkleint ze natuurlijk haar kansen op eremetaal in deze individuele meerkampfinale. En dan naar de slotserie. Een dubbelhoogte salto, een heel goed van voor slot, maar naar een zeer wankele oefening. Hier zien we dat slot nog een keer die Aramir eerst stijgen en dan keer 2 keer ronddraaien. Voorsprong Mio Shinoda uit Japan. Zij gaat ook een sprong maken met een Arabier voor het paard. Ze glipte volledig met haar afzet. En ik meen dat het met linkerbeen was van de plank af. Dus ze had geen weerstand op de plank. Waardoor haar voorwaartse snelheid gewoon doorging. We zien dat hier gebeuren. Let op de voetplaatsing bij de plank. Kijk, eerst die linkervoet, daarna die rechtervoet. Kon dus niets meer doen dan alleen met zich laten gaan en laten we maar hopen dat er niets aan de hand is. Jongen, jongen, jongen. Onvoldoende afdruk van de handen, waardoor de Arabier te groot wordt. Ze plaatsen de voet achter de plank. Dan maak je zo'n buiteling. Dat is het risico van deze sprong. Maar ze staat weer op, ze is weer opgestaan. En de coach Tsukahara, vroeger en zelf een zeer bekend turner, vandaar ook vaak de turnelementen genoemd worden naar hem, Tsukahara, die geeft zijn instructies aan zijn pupil. Ludmila Tureseva, de oude Olympische wereldkampioen die hier scheidsrechter is, communiceert met haar jurypanelleden. Terwijl Mio Shinoda nog steeds wacht op haar tweede kans. En we zien het cijfer 0.00. Nou, dat de jury hier zo lang helder heeft moeten doen. Mio Shinoda. Haar tweede kans. Nee, de koelkast inderdaad niet aangezet. Nou, en ze gaat diezelfde techniek in. Ik heb het nou aangezet, maar ze moet al steeds weer weggelegd. Dus ze moet er weer om. Nou, hier weggelegd. Ja. Oh, wat jammer. Ze zat nu wel goed met de voet op de plank, maar hield zich toch in. En dat kan met deze sprong niet. Je ziet het paard wel niet, maar je moet vol op die plank afzetten. Anders krijg je onvoldoende breedte afrotatie en die top zie je dan ook aangesloten wordt. Je ziet het, een 5-punt-landing. De 2 armen en een neus. Jammer. Dus op het moment dat ze nu naar het paard toe gaat, laat ze haar benen veel te veel hangen. Waardoor ze onvoldoende rotatie kan realiseren. Dat is een En Elena Shushanova. Controleert de plank wel goed ligt. That's not comfortable, I know.
is de heersende wereldkampioen samen met haar landgenoot Omer Jancic. En ze staat op minimale achterstand van de Roemeense Aurelia Dobre. Elena Sjufjanova aan brug. Een hele mooie opening. In de opzwaai die hele pirouette gevolgd, het rugwaarts spreiden. En hier weer die inkersalto. Uitstekend uitgevoerd, goed opgevangen met rechterarmen. Ze houdt haar tempo vast. Wat een combinaties. En de afsprong op dubbel salto met hele sprong. Nou, ik heb daar geen fouten in kunnen constateren. En we zijn dus benieuwd wat de jury met deze oefening gaat doen. Maakt enorm veel snelheid in de keuzedraai. En hier die fraaie afsprong. Eerst de sprong salto, dan de hurk salto. Perfect geloof. En de score van Sjufjanova 9.875. Dan nu de 20-jarige Ekaterina Szabo. Twee jaar geleden was ze vijfde in de individuele meerkampfinale en 4 jaar geleden in Budapest derde. Ze opent goed met een dubbele salto. Op dit moment staat ze vijfde in deze finale. Door anderhalve schroef en weer een hele schroef en zal er door over. Het is niet meer bij te benen. Het is momenteel een trend in het vrouwenturnen om de acrobatische serie zo creatief mogelijk samen te stellen. Ekaterina Szabo is inmiddels een volwassen vrouw geworden. En onderscheidt zich lichamelijk natuurlijk van de jeugdige turnsters die zo rank zijn als een potlood. Dubbel zalf op het slot. Nou, kijk eens aan. Een uitstekende oefening van Ekaterina Szabo. Hier nog een keer die middelserie, eerste anderhalve schroef, onmiddellijk gevolgd door een schroef salto op de hurk en de salto voorwaarts. Ja, je moet springveren in je benen hebben zitten tegenwoordig. Wat een fysieke training moet daar aan vooraf gegaan zijn. En Ekaterina Szabo wacht op haar score op de vloer. En dat is 9.875. En voor de evenwichtsbalk staat nu gereed Svetlana Maitova, Rusland. Het begint met kringflanken op de evenwichtsbalk, alsof ze zoals de mannen op het paard turnen. Ze staat op dit moment op de vierde plaats. Oei, dat was even een flinke balansverstoring. En dat wordt spannend met haar, want op de vijfde plaats stond Szabo. En die heeft een geweldige vrijoefening geturnd. Maar het gaat nu allemaal nog goed. En het blijft goed gaan. En als de landing ook goed is, en die is inderdaad goed. Met een drievoudige schroef in de salto. Ze gaat 3 maal draaien op de lengtas. En een goede landing.
Zeer moeilijk slot. Bij Tovak heeft vrij balkoefening 9.800. En daar staat Danielle Silivas. Op dit moment derde in het klassement. Met een minimaal verschil met haar landgenote Dobre. 0,05. Dus nog geen dingen, hè? Is het verschil. We zullen het zien. Dat is wel aan jullie. De sprong. En hoe? Oei! Geen foutje ontdekken. Flink aangezweept. En ook ver van het paard af. Zal ze hier weer een 10 turnen? Ze heeft het al eerder gedaan. Het cijfer is voor haar dus niet onbekend. Kijk eens, perfect. Wat gaan de jury doen? Formidabel. Verbeter die aanloop. Inzet van die rondat. Goed afgezet, goed afgestoten van het paard. En een prachtige schroef met een uitstekende landing. En dan zien we het. 9.975. Net geen 10. Aurelia, Tobre uit Roemenië op de evenwichtsbalk. Zij leidt op dit moment zeer verrassend het toernooi. Voor Sushinova en Silivas. De verwachting van haar was dat zij er volgend jaar klaar voor zou zijn. Daarom was de verrassing eigenlijk des te groter dat ze op dit moment al onder leiding staat. Maar of ze het zal behouden, dat is natuurlijk de vraag. Want zij moet 200 Die beweging zat nu nog een onderbreking in, wat wel toegestaan is, maar ik durf het haast wel zeker te zeggen dat we volgend jaar, wanneer we haar zien, deze beweging achterin zal gaan. En daar was net een hele kleine wankeling. En daar een dubbele salto met een correcte landing. Een kleine wankeling. Dat was gewoon die salto-verbinding. Bij die flikvlak. Even de knie gebogen en daar komt de afsprong. Dobbere handen voor haar. Evenwichtsbalkoefening 9.925. Oksana Omriantik. Op de vrije oefening. Onvoorstelbaar. Zo te zien heeft ze grootse plannen. Vrij. En nog een keer die soepbeweging, weer die salto voorover achter elkaar. Bijna aan het eind van de oefening, nog één serie. Een dubbele gehoekte salto. Even naar voren moesten komen. Ze was niet voldoende doorgedraaid, maar een perfect oefening laten zien. Nog een keer die enorme sprong. Wat springen kansen. Dubbele salto, gehoekt. Maar
iets te weinig doorgedraaid, vandaar die ene stap naar voren. Maar toch 9.950. Svetlana Baitova begint met haar vrije oefening. Dubbele salto met vroeg. Hier kunnen we dan een productie van de Sovjet-traditie op het gebied van de choreografie. Jarenlange balletscholing is hieraan vooraf gegaan. Heel fraai, die anderhalve stoel. Onmiddellijk vervolgen die dubbelstoel en de salve voorwaarts. Ze heeft een choreografie waarbij de overgangen van de acrobatie naar het dansgedeelte zeer vloeiend verloopt. Maar de Sovjets zijn er nog meesters in dit vak. De slotserie. Kijk eens aan. Wat een plaatje. Zien we nog een keer die dubbelsalto met schroef. Eerst die tempo salto, waarbij de handen niet de tempo geplaatst worden. Dan verder gaan met twee keer pikplak. En dubbel salto. Heel hoog uit. Baitova op de vloer 9.975. Daniela Sidibas, op rug. Nee, dat gaat niet goed. Zoals in het begin zat ze al fout, naar die lengteas draai. En nu weer. Wat een catastrofe gaat hier plaatsvinden voor Silovac. Ja, en ze kan nu nog verder foutloos turnen. Maar dit zal zoveel aftrek geven. En daar kan Elena Shushanova gebruik van maken. Turnt nu op de inwierpbalk. Even een balansverstoring na die moeilijke sprongserie. Sproef in de korte prikplak. Gymnastische sprongen. Dat eist ook het, de waarderingsvoorschriften. Dat elke gymnast dat in haar oefening opneemt. Zoals ook deze pirouette. Ja, ik op het fijne punt zit. Want ze gaat haar afspraakcombinatie beginnen. Dubbel salto, constant. Kijk eens, ze lacht. Dat doet hetzelfde voordeel. Hier die schroef, gevolgd door het afrollen. Ze zat een klein beetje scheef, dat kun je zien. De balk trilde ook nog na. Maar haar afspronkcombinatie was uitstekend. Ja. En Silivas scoorde aan brug 9.625. En Shushanova op de balk 9.925. Aurelia Dobre staat klaar voor haar vloeroefening. En daar kan ze wat van. Gisteren scoorde ze hier een 10. Kijk eens aan. Ongelooflijke dingen. Bleef nog net binnen de lijnen. Mag wel op de lijnen komen als het er maar niet overheen komt.
Volgende wissel spagaatsprong. Aurelia debuteert op het wereldkampioenschap op een fantastische manier. Namelijk door onmiddellijke leiding te nemen. Kijk eens aan. Hoppa! Wat een combinatie. En een beenspreiding. Mooie overgang van de acrobatische gedeelte naar het dansgedeelte. Dubbele pirouette. Wat gaat er in zo'n 15-jarig meisje om? Hier kan het aan zijn voor een eventuele wereldtitel. Dubbel salto, perfect geland. Nou, als dat gisteren het team was, dan zal het nog een vraag worden. Want deze oefening was beslist van gelijke kwaliteit. En het publiek scandeert voor die team. Ja, het is just, nog niet gedaan. Hier zien we nog een keer die slotserie. Kijk, dubbel salto. Ze neemt geen stapje achterwaarts, wat gebruikelijk is bij de turnsters. Op uitvalstand, maar ze staat gewoon stil. Maar er is maar afwachting op de score. En de score is 9-7-5. En dan nu de tussenstand na een halve meerkamp. Alle turnsters hebben twee onderdelen afgewerkt. De Roemeense Aurelia Dobre staat nog steeds aan de leiding met een minimale voorsprong op Elena Shuvsunova uit de Sovjet-Unie. En boven verwachting staat nog steeds op de derde plaats Daniela Silivac, ondanks haar mislukking aan de brug. En we zetten de wedstrijd voort met Leda Shuvsunova uit Rusland. Die slechts met 0,138 punten achter de Roemeense Dobre staat. Tussen die twee zal het zeer, zeer spannend gaan worden. Zo. Een fantastische oefening. Daar heeft ze al meteen een 10 voor gekregen. Een dubbele salto met een fantastische landing daarna. En dat was het. Wat gaan we nu in deze oefening doen? Hoe wordt deze beoordeeld? Ik heb geen foutje kunnen ontdekken, maar misschien zien we die wel. Kijk eens aan die fantastische zijwaartse salto. Anderhalf vervolgens een koprol zonder onderbreking. Prima opgevangen. En de sprongserie wordt voortgezet. En die hoge opsprong met gespreide benen tot lichtsteun. Het is meer dan een vering. Rommelt over de rug. En het publiek scandeert intussen om toch maar een tienbos te krijgen van haar. En wat is het? Het is een tiende geworden. Na deze fantastische sprong van haar. Daar staat het. Triomfantelijk. Het team voor Shuvsunova bij de vrije oefeningen. Wat een turnster. En wat een meester toch zijn.
Geen hand, geen tikje. Dorte Tuller. Paard springen. En die kan er ook wat van. Wil je nog een keer leggen? Heb ik te veel gezegd? Behalve dat kleine hupje dat. Sprong rugwaarts, maar landen, moeilijk landen. Ekaterine Sabo. Aan de brug. Ja? Ik ben twee minuten. Rugwaarts spreiden. Hé, hey, daar zit ze stil, daar zit ze stil. Dat kost 2 tot 3 tiende punt. De hele tussenzwaai daar nog een keer met de benen op de grond. En dat zal maar zeker doen zakken in het totale klassement. Jammer, deze dappere turnster. Okay. Maar toch nog even op het zalken met een dubbele sloep. Daar komt het. Even, dat kunt u net te zien, de benen op de vloer. Daar ziet u dat rustpunt 1. Extra tussenzwaai, extra tussenvering. En dat wordt behoorlijk bestraft door de juryleden. Ingepunt 250. De heersende Europese en wereldkampioen op het onderdeelbalk gaat beginnen. Danielle Sidewasch. Voorwaarts. Moeilijk ook, want je mist tijdens die sprong de oriëntatie op de inwisbalk. Zeker bij die tweede sprong, want gisteren in de landenwedstrijd ging ze er daarmee af, of bijna mee af. Dus ze moest even door dit dode punt heen. Oh-oh. Heel frappant dat ze vanaf die twee sprongen iets onzeker is geworden. Ze weet dat ze nu foutloos door moet gaan. En zo kennen we eigenlijk Danielle Sivas. Ze is altijd zeer overtuigend op dit lievelingstoestel van haar. De slotserie, een dubbel salto, tot stand. En dat was een uitstekend slot. Maar de spanning is van haar gezicht afgeleverd. Die zien we nog een keer in de slotserie. Die uitstekende slotserie van 2 prikvlakken en een dubbel salto. 9.900. Martina Jens. Uit de DDR op brug. Wat een originele opsprong. Een Arabiërs salto over de laag ligger heen. Raakte daar even met de voeten te liggen. Sterke turnster. Fysiek sterke turnster. Met een hoge afsprong. Een onderzwaai salto met halve sprong. Zien we even met de linkervoet dat ze er liggen raakt. Turnt voortdurend met rechte armen. Dat is ook een technische eis bij het turnen aan de brug met ongelijke liggers. 9.825. En dan die Aurelia Dobre. Zij leiden het klassement
Tot nu toe. Heel onverwacht. Oh, wat komt dat meisje van dat paard aan? De zachte stijging vanaf het paard. En dat komt voornamelijk door haar uitstekende lichaamshouding. Ze is bijzonder strak als ze op het paard komt, waardoor geen enkele energie verloren gaat. Ze kan het volledig omzetten in hoogte hier. Die afstoot, ongelooflijk. Ze blijft verschrikkelijk goed gestrekt in de heuvel. En het is direct al een 10. Een zeer verdiende 10. Zij geeft een extra dimensie aan deze sprong door verschrikkelijk hoog van dat paard af te komen. Daarbij een perfecte lichaamshouding te handhaven, als mede ook haar landing. Wat een beheersing. Oksana Omeljanschik staat klaar voor haar brugoefening. Let op dat begin. Heel brassen. Delsia salto, onmiddellijk die salto tussen de liggers. Ja, en dat is het voordeel. Als je kort bent, dan lukt dat. Ook deze verbinding is origineel. Oei. Klein beetje was ze de snelheid kwijt. Maar hij stelt zich goed. Ze houdt het tempo vast. Gaat nu naar haar afsprong toe. En het wordt een salto met een dubbele sprong. Een oefening met veel moeilijkheden, met veel hoogtepunten. Hier zien we een salto, onmiddellijk gevolgd met de verheugde salto achterwaarts tussen de liggers. We pakken nu het slot op. Moeilijke afsprong, streksalto met dubbele sprong. Ludwita Cruzera, weer druk in vergadering, ze is scheidsrechter hier. En Bas. In 1968 Olympisch kampioen. Dit jurylid moet het aanvoeren. En wordt ongetwijfeld door Tourechewa ter verantwoording geroepen. Svetlana Paitova staat klaar voor haar paardsprong. Staat nog steeds op de vierde plek in het klassement. Kijk eens aan. Ja, die tweede zweeffase, dat ging verschrikkelijk snel, maar maakte dat meisje toch twee draaien om de lengteas. Wat een schroeftechniek dan. En wat een snelheid in haar bewegen. Komt goed op het paard, stoot af en maakt nu een dubbele schroef. Even dat hupje naar voren. Scoren 9.875. Dörte Tümmler uit de DDR. Jonge turnster, maar die tot veel in staat is op dit onderdeel brug met ongelijke liggers. Trouwens, de Oost-Duitse turnsters hebben al een lange traditie op dit toestel. Kijk eens aan, heel ruim over die hoge ligger. Hier ook weer. Hoge salto, genoemd naar de Bulgaarse turner Delchev. Nu naar haar afsprong toe. Een onderzwaai, salto voorover met halve stoel. Nou, perfect van techniek. Even daar de arm iets gebogen bij die vrije heupdraai, maar ja, dat zien we dan in de vertraagde beelden. Dat kun je natuurlijk nauwelijks constateren in het normale tempo. Goeie afsprong trouwens, tot stand. 9.875. Als ze toch echt gaan beginnen. Ekaterine Szabo uit Roemenië. De laatste onderdeel van deze wedstrijd. De oefening op de evenwichtsbalk.
En zij kan terugzien op een uitstekend tenor. Een enkele oefening na die in de voet ging. Maar. Wat heb ik gezegd? Wat is dat gevaarlijk om dat van tevoren te zeggen? Want ze ging eraf. Jammer, uit balans. En een halve punt aftrek. Ja. En nog een keer, twee maal van de evenwichtbalk af. Nee, maar ze werken hier. Nee, dat is zo goed. Dan denk ik toch opmerken dat de jury haar veel te lang heeft laten wachten. Ik stel het twee keer hoor, ik zie het vijf. Ik zal wat schuur in de buik om te gaan. Zij stond gereed om een oefening te gaan maken. En toen heeft de jury haar zeker 2 tot 3 minuten laten wachten. Na een slot en afsprong, nou, dat is dan redelijk. Slechts 8.850. Gaat ze worden? Wordt zij onze wereldkampioen? Ontroont zij Sushunova? We weten niet. Aan de brug, Kopsen. Wat is het kind? We mogen wel 14 zijn. Hè? Maar dan was het niet helemaal naar 14 man. Ja, ik heb begrepen dat ze deze wedstrijd 15 hebben. Ja, maar ik hoorde dat in verband met de Olympische Spelen. Oh, als voorbereiding dat een uitzondering is gemaakt. Ja. Dat is 14, maar dan moet je ze doen dat uit te zeggen. Ja. Ik heb ook wel weer dat de Chinezen dat gewoon om 15. Dit is de nieuwe wereldkampioen. Dat durft alles onder te vechten, dames en heren. Wat een oefening, wat een oefening. Genova is straks nog tegenover zelf. Daar, perfect uitgevoerd, de stalters spreiden. Met een vingersalto, vastpakken, even met de bovenarmen opgevangen. Aurelia Dobre uit Roemenië. Ik durf er alles onder te verwetten dat dit de oefening is van onze nieuwe wereldkampioenen. De verrassing van iedereen. Want iedereen had gedacht dat Daniela Sili was. Maar voor Aurelia Dobre, zo vast als 2 of 2 is. Wat gaat de jury doen? Wat voor cijfer komt eruit? Wat een perfectie en wat een afstand. 9.975. Geen 10. Maar er wordt hard gerekend wat zometeen geturnd moet worden door Sushunova. En wat moet er nu in dit hoofd omgaan van deze Elena Sushunova? Wat moet ze turnen? We hebben dat snel uitgerekend. Een 10 is niet meer voldoende. Ze moet turnen 10.113. Nou, en de jury heeft niet meer weg te geven als een 10. Dus ze moet nu de tweede plaats 7 stellen. En dit is natuurlijk desastreus. Wanneer je zo lang moet wachten voordat je mag gaan beginnen. En hier is Sushunova met haar tweede sprong. De eerste sprong was 9.900. Wat doet ze nu? Naar het zilver springen, ja of nee? En zij springt naar het zilver. Want deze sprong is naar mijn gevoel nog beter en zal hoger gewaardeerd worden. Verder aanloop. De inzet op de plank. De ronde. Rugwaarts opspringen. En dan dat afzetten en de hele schroef en een correcte landing. Beoordeling 9.950, goed voor zilver deze wereldkampioenschappen. Maar de titel is ze kwijt. Danielle Silivas. Op dit moment nog op een derde plaats. En zij zou 10.400 moeten turnen. Nou, dat kan dus ook niet. Maar ze is wel in staat om een 10 te turnen. Zal dat hier dan nog een keer lukken? Thank you.
gaat tot nu toe prima. Nee, we gaan helemaal weer te kost krijgen. Toch kan er niet erg verlach van het gezichtje af. Beetje spanning. En daar slot de oefening even weggeleiden. En een goede oefening. Zeker goed voor brons. Daar mijn gedachten aan. Precies. Het is een schimbaar. Dat zien we nog een keer. Sirivas, gedoodverfd door de toekomstige wereldkampioenen, maar ze heeft het niet kunnen halen. En het cijfer voor Daniela Sirivas is geworden 9.975. Geen wereldkampioenen, maar eindigt op de derde plaats. Een bronzen medaille voor Daniela Sirivas. En daar hebben we de nieuwe wereldkampioenen, zwaar gedaande Oralia Dobre. En zij maakte het succes voor de Roemeense turnsters compleet. En het verlies van de Russen ook compleet. De landentitel kwijt, maar bovendien ook de persoonlijke titel kwijt. En dan ziet u de einduitslag. Trots Aurelia Dobre, Adekop, Sushidova, de regerend wereldkampioen, geklopt. Sirivas, uitverkoren als zijnde wereldkampioen te worden, eindigt op de derde plaats. En de Russische Paitova vierde met een zeer gering verschil. Voor Obljantsik uit Rusland en zesde, toch zeer verdienstelijk, de meisje van Oost-Duitsland. En met zorgelijke kopies, dat zei Klaas Boot al, ondanks de eerste en de derde plaats voor de Roemeense turnsters op deze meerkamp. Na afloop praat Rick van Vliet met Aurelia Dobre, de wereldkampioene, en met Daniela Sirivas. Hoe ondergaan ze dat behalen van de titel? Será fuerte mente de campeonato de mundiales por devenir campeona mundial. Did you feel a lot of pressure today? Tot și timpul concursului au existat câteva emoții, dar am dorit să concurez bine. Was you the only person who stayed cool during the competition? Nu știu că Do you think that you are better than Daniela Sirivas? What do you think Nadia will say about your performance here? Ce crezi că zice Nadia despre rezultatul obținut de tine? Este foarte fericită. În primul rând sunt foarte bucuroasă pentru Aurelia că a câștigat acest titlu și am timp ca la Olimpiadă să-mi iau revanșă. Daniela, was it too much pressure for you today? Prima dată nu am avut emoție știind că putem câștiga pentru că am muncit. Câștigat, dar după ce am căzut la pârnă, mi-a luat piciorul, mi-au venit așa emoțiile. Nu, mă simt la fel de sigură pe aparate, dar în momentul acela foarte she feel it. Are you gonna work for the Olympic Games in Seoul? Bineînțeles, și doresc să câștigăm tot la fel. How do you feel about the public in Rotterdam? Publicul a fost excepțional. A ținut tot timpul cu noi și ne-a ajutat foarte mult în concurs ca să câștigăm acest titlu. Tomorrow is the last day. What is he expecting? Mâine voi aștepta cele două medalii de aur pe care nu o spuneți. Daniela Sirivas was dat en daarvoor zag u de wereldkampioen van de vierkamp Aurelia Dobre bij Kleine.
Voor een sec. Op dit moment houdt de televisie mee op. Dat wil zeggen, na is nog het geschreven journaal, dan gaat deze zender dicht. Morgen heel veel turnen voor de liefhebbers. Studio Sport is er van 2 tot 5 met de finales op de toestel. Daar vind ik het heel mooi in. Ja, dat was Somalo. She, like all those gymnasts, knows exactly what goes into having a day like Mary Lou had. In a moment, we'll watch her perform for about 2 minutes, what she has been preparing for years. In fact, more goes into preparation for today's performances than we will ever know.